Mijn collega's die hebben een introductie geschreven voor mij. Dus ik ga even naar achteren, ga ik die introductie doen, want anders heb ik morgen oorlog met ze. En dan ben ik zo weer terug. Overdag gaat hij uit de kleren. En schuimt hij als stripper de bejaarde tehuizen van IJmuiden af. 's Avonds staat hij op het grote toneel en speelt de bon vivant, de grand patron van Telstar. De enige betaald voetbalclub zonder prijzenkast. Geef hem een slaande ovatie. Ja, jullie hebben vast de kranten gelezen. Echt geweldig nieuws. Ik weet het al 14 dagen, maar ik denk dat jullie er niet op verdacht zijn. Maar Michael van Praag gaat eindelijk weg. Ja, hij gaat naar Europa. Naar de UEFA. En dat betekent dat er een nieuwe bondsvoorzitter komt. En dat ben ik. Ja, ik ben de nieuwe bondsbaas. De nieuwe bondsbaas, dat ben ik. Hallo, ik ben Pieter. Dit is het nieuwe bondskostuum. Ja, hallo, ik ben Pieter. Dit hier zijn de nieuwe bondsballen. En dit hier is de nieuwe bondsmuts. Hallo. Ik ben de lul. En weet je, het is heel simpel, als je bondsvoorzitter wordt, nou ja, min of meer al bent, hè, ik hoef alleen nog maar gekozen te worden, dan moet je een biografie lanceren. Een biografie lanceren. Dus daar ben ik mee begonnen. En de biografie gaat heten The Rise and Rise of a Boardroom Hooligan. Dat zou Louis vertalen als twee reizen met een bestuurskamer hooligan. Hoofdstuk 1. Mijn weekenden verkloot. Oh ja, voor ik begin, want ja, er waren mensen die hadden commentaar op mijn bril, helemaal op mijn voorkomen, alsof dat niet kan. Maar dat is heel normaal in het betaald voetbal. Ik kan jullie vertellen dat Toon Gerbrands, die heeft een bril, die is 2 keer groter dan de mijne. Die heeft hij 1 keer in de maand op om zijn loonstrookje te controleren. En als ik deze opzet om mijn loonstrookje te controleren, dan krijg ik pijn in mijn harses. Maar daar heb ik een andere voor. En dat is deze. Goed, mijn weekenden verkloot. Nog eenmaal persen en dan geef ik u een knipje. 2 augustus 1995. In de wel heel vroege ochtend sloeg de klok 1 uur 9 minuten en 63 seconden. In het ziekenhuis was het bloedheet. Gedurende het knipje, dat later een kolossale kneep bleek, richtte ik mij tot de hogere machten. Laat het geen jongen zijn. Het idee om de rest van mijn leven langs krijtlijnen te slijten overviel mij spontaan. Toen zei de verlosser: meneer, u heeft een stamhouder. Ik brak spontaan in een hysterisch gejank uit.
Onze zoon Pelle Bram Hugo was een feit. Mijn weekenden verkloot. Mijn smeekbeden had niets met mijn NASA te maken, maar alles met mijn eigen jeugd. Zelf ben ik opgegroeid in voetbalkantines en op voetbalvelden. Mijn ouders waren vrijwilligers bij de IVV Stormvogels. Mijn vader was voorzitter en mijn moeder stond achter de bar. Vaak belde ik laat in de avond naar de club om te vragen wanneer ze thuis zouden komen. Dan hingen ze allebei luid lallend aan de toog en kwamen ze zo blauw als een tientje niet voor dag en dauw thuis. Ook mijn voetbalcarrière was een hel. Ik werd door mijn ouders gedwongen om te gaan voetballen. De B13 werd mijn deel. Dit krukkenteam ben ik nimmer ontstegen. Iedereen zei, je kan wel zien dat zijn vader voorzitter is. Anders had hij nooit zo hoog gevoetbald. Maar lager dan B13 kon niet. Ja, dat was heel sneu. Ik ben ook een beetje huilerig. Onze oudste zoon hield ik tot zijn vijfde kinderlijk eenvoudig van bal en veld. Mijn weekenden bleven van mij. In zijn jonge jaren zat Pelle bij de kinderopvang Pipoka. Ja, Pipoka, wie verzint dat, hè? Daar leerde hij ene Stijn Strikker kennen. Stijn was dol op voetbal. En hij liet aan Pelle zien hoe je dat moest doen. Stijn heeft zich inmiddels overgegeven aan de goede dingen des levens. Drank, studie en vrouwen. Pelle voetbalt nog steeds. Zijn broertje Vimme trouwens ook. De een op zaterdag. En de ander op zondag. Maar gelukkig, Vimme die gaat komend seizoen ook op zondag voetballen. Maar Pelle op zaterdag. Inmiddels ben ik een trouw volger. Beiden zijn gezegend met de voetbalkwaliteiten van hun moeder. En gelukkig met mijn schoonheid. Ik ben altijd weer blij als het weekend is. Het hangen en ouwe hoeren langs de velden en in voetbalkantines is mijn lust en mijn leven. Kameraderie, slechte grappen, schraal bier, koffie die niet te zuipen is. Behalve in het clubhuis van de Koninklijke HFC. En gemeenschapszin, dat is uiteindelijk waar het in ons voetbal om draait. Veel te laat begreep ik wat mijn ouders voelden en deden. Nu ben ik trots dat zij als vrijwilligers veel van hun tijd en energie in het voetbal staken. Alle vrijwilligers verdienen wat mij betreft een standbeeld. En beroemde voetballers absoluut niet. Bondsbazen weer wel. Mijn moeder zegt vaak, zelfs een jutezak zou jou nog goed staan. Maar ik weet zeker, brons staat mij nog beter. Dank jullie wel. Afloop is er nog een kleine kroegquiz. En daar hebben we deze bal voor nodig. Dit is een certificaat van echtheid. Ik zal hem even snel voorlezen. Rabobank Eimond Stadion Velsen Zuid, 30 mei 2010. 16. Gelukkige winnaar. Johan Pater was gedurende seizoen 2004-2005 een storende spits bij Telstar. Dat seizoen speelden de Witte Leeuwen een aantal heroïsche wedstrijden in de nacompetitie. De club realiseerde op één haar na
promotie naar de eregalerij. De opmars werd verknald doordat Johan Pater in de wedstrijd tegen RBC Roosendaal 3 maal in plaats van het net het houtwerk beroerde. Dat deed hij met deze bal. De bal van 1 miljoen. Dit ronde kleinood heeft Telstar 1 miljoen euro gekost. Het verschil tussen tv-geld uitbetaald in de eredivisie en de eerste divisie. Als de winnaar van dit rondgenaaid leder goed naar het oppervlak van deze sneuwe bal kijkt, dan ziet hij of zij de deuken van het houtwerk erin geperst. Raakschieten was geen kwaliteit van Pater. Hardschieten wel. Tot op de dag van vandaag slijt Telstar zijn ballen nog immer in de eerste divisie. Komend seizoen vieren wij zelfs ons 40-jarig jubileum. NB, u bent van harte uitgenodigd om in ons stadion van een VIP-arrangement te komen genieten tijdens een tweestrijd naar keuze. U weet, bij ons is het altijd een lastige onderbreking van een geweldige avond. Bij Telstar kunt u overigens uit mannen- en vrouwenvoetbal kiezen. Onze vrouwen, de Witte Leeuwinnen, spelen uiteraard wel in de eredivisie. Heel veel plezier!